Goedendag, ik ben Liz en ik sta hier bij Cornelis de Graaf. De heer de Graaf is een rijke burger die veel te maken heeft met de handel. Hij zit namelijk bij de directie van de VOC. Hij heeft veel te maken met ontdekkingsreizigers en gaat zelf ook redelijk vaak op ontdekkingsreis. Dit doet hij om nieuwe specerijen op te halen. Hij komt uit een rijke koopmansfamilie, dus hij is erg rijk. En zover het gesprek met Cornelis de Graaf. Goedendag allemaal bij het Gouden Eeuwsjournaal. Vandaag in het nieuws is Jan de Visser, die zijn viswater kwijtraakte. Hij leefde rond 1600 bij de Beemster. De Beemster werd ingepolderd, waardoor hij geen vissen meer kon vangen. Hierdoor kon hij geen geld meer verdienen. Toen is hij bij de VOC gegaan en is hij op ontdekkingsreis naar Korea gegaan. Hier heeft hij een nieuw leven gestart en was daar heel gelukkig. Bedankt voor het kijken naar het Gouden Eeuwsjournaal. Hallo, ik ben Ruben Meekers en ik sta hier naast de beheerder van de eerste trekschuit in Amsterdam. Kunt u wat vertellen over hoe dat werkt en waarvoor het gebruikt wordt? Ja, nou, de trekschuit werd voortgetrokken door paarden via dat touw. Werd aan paarden vastgemaakt en daardoor werd hij voortgetrokken. En de trekschuit was heel goed voor de handel. En ook voor dat mensen Nederland gingen ontdekken. Ja, en voor dat mensen naar andere plekken konden in Nederland. Bedankt, terug naar Hilversum. Goedendag, ik ben Joris. Vandaag ga ik het hebben over dat Amsterdam explodeert. Er komen meer pakhuizen en schepen in de haven om hun specerijen na hun ontdekkingsreizen af te leveren. Daardoor groeit Amsterdam. Hallo, ik ben Bram. Ik sta hier in Amsterdam naast Jacob Verlangelen. Hallo Bram. Hoi. Ik heb begrepen dat u globes en kaarten maakt. Ja, ik heb hier zelfs een alleenrecht voor. Oké. Wat is de doelgroep van deze globus? De doelgroep is ontdekkingsreizigers die veel reizen ervaren. Oké, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Dit was Bram Tewierik live vanuit Amsterdam. Doei.